Elke dag op PNM brengen Ann of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit zich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel Een dag Amsterdam. De welving van een vrouwenrug ontroert mij. Als dat geen romantische is, de mosse schrieven, rupt Nelleke die tegenover mij aan de keukentafel zit. Ja, rustig aan nou meer. Dat komt er nog wel van. Ik wil eerst alle brieven gezien hebben en dan maak ik stapeltjes. Van de meute weert en niks. Niks ervan. Vandaag maken we er werk van. Nelleke maakt korte metten met mijn getreuzel en grist mij de brief uit mijn heng. Toets de nummer in en geeft mij de telefoon truc. Nelleke heeft zich voor een gasweken voor veel geld in een datingcatalogus laten zetten. Die moet en zal een kerel vingen. En binnen een week was het raak. Voor zolang als het duurt, ding ik er direct achteraan. Want echt geluk in de leefde heeft Nelleke nog nooit gehad. En dat de wereld vergeven is van manslui die een vriendin willen, die ook vrij rondlopen, hopt het met gemaak van de ene naar de andere. Die maakt veel met. Van een gastruc, dagtruc, kwam het met het onzalige plan €30 plak voor de rest van de tijd is betaald hij voor de advertentie in het boek, mij voor euro uit te geven. Kost het geen roeie cent? Nee, maar wil ik dat wel? Ik kreeg contact. Fysiopraktijk en nog het Amsterdam. Een vriendelijke, warme stem. En het komt tot een gesprek. Hij wil wel op Helje aankomen voor een eerste kennismaking. Maar dit boert hoor je gaaf. Nelleke springt met roeikonen op van de stoel en knikt heel overdreven van ja. Maar ik draai het om. Zeg dat het mij wel leuk liep naar Amsterdam te reizen van een dag of get. Dat hij zich in hemelsnaam niks in de kop haalt. Met mijn broer, die vleeswaren door gans Nederland in verzorgingshuizen bezorgd, zal ik die reis gewoon maken. Wie is Den Haag? En vandaar is het nog maar een heel klein stukje treinen wie is de hoofdstad. Om 11:00, onder de klok van het Centraal Station. Ik zal oranje hassen aan hebben en hij een blauwe overjas. Tegen de tijd stond ik op de afgestroken plak. Het liefst rende ik Amsterdam Centraal binnen op rond 6, een spoor slechts terug te reizen hoes. Dat zou Nelleke mij niet vergeven. En nee, nou moet ik doorzetten. Er komen alleen maar blauwe overjas neven. Door slijt er einde af. Komt recht op me gaan. Dag, jonge dame. Dat hij de minst nog niet moet zeggen, dat is hem niet. Die gedachte gaat razendsnel door mijn kop. Ik zal er wel schoorbechtig bij gekeken hebben, want hij geeft ongevraagd de mogelijkheid om deze dag met te vullen. Maar eerst een kop koffie om het ijs te breken. Mijn ijs van dat moment zou een per met kerk kunnen dragen. Even later zitten we aan een tafeltje in zo'n typisch Amsterdamse kroeg. Lekker warm. Hij heeft een abonnement op het Rijks en ja, daar voel ik wel vuur. Dat kan ik ook uitleggen. Zijn eerste zin uit de advertentie is bij mij blijven hangen. Die gewelfde ruggen. Lachend gaan we op paad. Spreken af dat we de einde anger in het restaurant bij de lunch weer treffen. Ik wil geen alleen mijn gang gewoon in het kunstpaleis. Ten slotte komt hij er regelmatig. En voor mij is het pas mijn tweede keer dat ik het Rijksmuseum bezoek. Prima idee, beaamt hij. Onderwegens informeert hij de details van mij. Kinger, werk, hobby, eerdere relaties. Zelf vertelt hij van zijn vrouw die voor jaren truc en kanker is doodgegaan. En zijn werk in de praktijk heeft hem recht opgehooien. Maar nou zoekt hij weer oprecht naar een maatje. Ik kijk mij de ogen uit. Bij de nachtwacht, die in een grote zaal voor zich heet, zit ik lang te kijken en te prakkezeren. Dat dit toch echt op aanrooien van Nelleke gebeurt en dat het niet van mij is. Ik voel het niet. Onder de lunch vertel ik aan de mens dat ik hem heel aardig ving. Bedank hem voor deze dag
en dat een echte relatie er niet in zit. Amsterdam en Helje liggen te wie doet trein. En dat ik hem 4 voor de trein terug naar Limburg pak. Hij vindt dat prima.